Hallo mensen, Krijn hier en vandaag zijn we in het prachtige Ardennen, jongens. Zoals jullie zien is het hier echt prachtig. We zijn helemaal tot rust gekomen. We zijn gewoon weer langs een aantal winkels gegaan en hebben weer wat Pokémon snoep gevonden. Het eerste product dat we hebben is deze Pokémon cereal, jongens. Het is gewoon Kellogg's met een Pokémon logo erop. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het smaakt. Oh, er zitten gewoon letterlijk Pikachu flakes gewoon in. Pikachu aardbei cherry flakes lijkt het wel. Oké, dus ik bekijk nu de achterkant van de box, jongens. En hier staat Evolution Confusion. Er zijn hier 4 Pokémons en deze moeten we connecten aan de evoluties. Nou, dit kunnen wij echt met bak. We beginnen met Scorbunny. Scorbunny hoort bij de Reboot. En Reboot wordt weer de Cinderace. Dan hebben we Charmander. Nou, wie weet het nou niet, jongens. De Charmander, Charmeleon en Charizard. Dan hebben we Chimchar, Monferno en Infernape. En dan heb je natuurlijk Litten, Torraket en hoe heet die ook alweer? Incineroar. Nou, kijk eens aan. De Evolution Confusion. We hebben ze allemaal verbonden, jongens. En nu wordt het gewoon tijd, jongens, om de cereal te pakken. Dat ga ik niet doen, jongens. Natuurlijk ga ik niet als eerste de melk erin doen. Oh, wat erg zou dat zijn, joh. Oeh. Beginnen met de cornflakes. En jongens, ik zie heel erg veel Pikachu-hoofdjes. Ik heb hier wel zin in, jongens. Ik heb er helemaal niks gegeten vandaag. Dus laten we het gewoon gelijk openmaken. Zullen we gewoon even ruiken? Oeh, dat is lekker. Het ruikt een beetje naar vitamine, moet je ook zeggen. 12 gram suiker per serving. Oké, daar gaan we dan. Oh, dat is wel heel veel. Gaan we wat melk toevoegen. En nu gaan we gewoon allemaal lekkere Pikachu-hoofdjes eten. Oeh, dit is heel erg fluffy. Oké, daar gaan we dan, jongens. 3, 2, 1. Ja, dat is goed. Dit is heel lekker. Dit doet me gewoon denken aan vroeger. Dit is gewoon klassieke Kellogg's, maar dan heeft het een beetje een bospest smaak. En het smaakt natuurlijk naar Pikachu. Cameraman, wil jij ook een hapje? Heerlijk. Gaan we even snel jou ook een hapje geven, toch? Oké, nou, onze cameraman gaat ook even wat proeven, jongens. Ik vind hem echt goed. Ik vind hem echt lekker. Je proeft echt gewoon die elektriciteit. Het heeft echt een Pikachu smaak, een cherry smaak. Hij is wel lekker, hè? We gaan dan weer door naar het tweede product. En de beste opvolger om na de Kellogg's te pakken is... Kauwgom. Dit is soda gum. Ik denk dat dit weer gaat smaken naar die cola kauwgom die we eerder op hebben, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we gewoon gelijk dit pakje openmaken. Oh, daar zit ook echt een hele grote kaart in. Dit is gewoon een hele Charizard sticker sheet. Yo! We hebben gewoon stickers van de Shiny Gyarados, van Bellsprout en Charizard. En dan heb je hier ook nog Dreadnought staan. Hey, dit is oprecht wel heel gaaf, jongens. Dit zijn allemaal gewoon stickers. Ik wil wel een Bellsprout sticker, jongens. Kom maar op. Hoppakee. Oh, dat had ik niet verwacht. Kijk dan, dat is echt gaaf. Hele gave stickers, maar natuurlijk hebben we hier ook nog een stukje kauwgom, dus laten we deze gewoon nu gaan pakken. Oh, wat apart. Wauw, dat breekt nog heel snel af. Ik ben benieuwd. Oeh, hele sterke smaak, jongens. Dit is weer een cola kauwgompje, jongens. Maar echt, die stickers zijn echt gaaf. Oh mijn god. Ik heb nu kauwgom in mijn mond, maar we zijn nog lang niet klaar, jongens, dus... Prullenbak. Het was wel lekker, moet ik je zeggen. Nou, Enrique, cameraman, ik heb er nog eentje. Deze mag je hebben van mij. There you go. En dan gaan we alweer door naar de volgende Pokémon snacks. En dat zijn deze snoepjes, jongens. Ik heb nu niet al te veel trek naar snoep, dus ik ga er maar een paar pakken. Maar laten we gewoon beginnen met de Fizz. Ik denk dat dit best wel zure snoepjes zijn, jongens. Oh, ik maak het gewoon weer prachtig open, jongens. Oh mijn god. We gaan deze Fizz pakken. Let's do this. Oh. Dit is gewoon echt een Pikachu snoepje. Wat grappig, joh. Ik ga het gewoon proberen, hoor. 3, 2, 1... Oeh, oh, ja, dit is heel zuur. Heel zuur Thai snoepje, zou ik zeggen. Als eenmaal dat zure eraf is, dan is het wel een lekker snoepje, jongens. Oh mijn god, er zijn hier wel heel veel Pokémons. We hebben hier nog Eevee en Bulbasaur. Ah, wat is echt zuur. Charmander ook nog. Deze Pokémon snoepjes hebben we gewoon in Frankrijk gekocht. Nu gaan we door naar de Doe. Het is letterlijk gewoon Doe. Dat staat gewoon Doe op de zak. Wie Doe will be eating this snackjes van Pokémon. Laten we gewoon gelijk hierin duiken en kijken wat voor snoepjes hier allemaal in zitten, jongens. Zover ik kan zien zit hier geen zuurlaagje over, dus dat maakt me wel wat blijer. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Oeh. Oh, dat gaat echt open als boter, jongens. Oh mijn god. Oeh, dit zijn zachte snoepjes. Kijk. Jongens, en heel erg flexibel, rubberachtig. We gaan even kijken wat we hier allemaal hebben, jongens. We hebben een Pikachu-hoofd. Dan hebben we een bliksem, die blauw is. Een rode pokebal. Dan hebben we hier ook nog een groen snoepje. En dat is natuurlijk een Bulbasaur-hoofdje. En dat waren ze. Daar zitten er maar 4 verschillende in. Laten we beginnen met de blauwe. Ja, die heeft wel een wat meer bosbesachtige smaak. Wel lekker, hoor. Dan gaan we nu Bulbasaur eten. Dat is
precies dezelfde smaak. Zal het bij deze ook zijn? Deze snoepjes, niet al te enthousiast over. Het heeft allemaal dezelfde smaak. En jongens, deze pokeball gaat mij vangen. Oh, nee. 3 seconden regel. En laten we gewoon doorgaan met alweer het volgende snackje, want we zijn nog niet klaar. We hebben hier deze koekjes. Hoe noem je zo'n vorm eigenlijk? Een soort van Minecraft wiel. Maar jongens, dit is gewoon een pokebal. En hier hebben we gewoon Palkia en Dialga op staan. Laten we gewoon dit doosje openmaken en kijken wat er allemaal in zit. Oeh, oké, dat ging nog best wel smooth eigenlijk. Nou, we hebben hier een aantal Vaporeon koekjes als ik het zo zie. Oh, wat nice. Oh, er zit nog iets in. We gaan gewoon een pack opening doen. Let's go. Ik denk dat dit een sticker is weer. We gaan het zien, jongens. Wel echt een heel mooi pakje als je mij vraagt. Zover ik op de verpakking kon lezen, is het dus lekker om wat melk bij te doen. Dus jongens, laten we gewoon eerst deze verpakking openmaken en het dan een beetje melk bij doen. Deze gaat moeilijk open, jongens. Nou, die gaat echt lastig. Wat? Nou, moe. Oké, daar gaan we dan. Kijk eens aan, we hebben allemaal lekkere koekjes. Nou, we gaan er eerst eentje proberen zonder melk en daarna gaan we het met melk doen, jongens. Daar gaan we dan. Oh, dat is echt heerlijk. Wauw. Dat zijn eigenlijk gepofte chocoladekoekjes. Allemaal Pikachu hoofdjes. Dat is ook wel grappig. Hier, proefbaar, Enrique. Dat is echt mega lekker, dit. Ja, hè? Echt heerlijk. Hoho. Dan gaat de melk weer in het bakje. En dan is het nou een kwestie van deze koekjes dippen in de melk, jongens. Ik ben wel benieuwd. Lekker erin. Lekker moist. Hoppakee. En... Ja, dit is wel lekker. Dit zou je best wel bij de cornflakes erbij kunnen doen. Echt een aanrader, deze koekjes. We hebben het zakje nu helemaal opengescheurd en de koekjes liggen hier over tafel. Enrique, laten we ze gewoon even opeten. Nog steeds een raar idee om Pikachu-hoofden te eten. Maar ik kan er wel van genieten, jongens. Alright, nu is het tijd voor alweer een volgende snack. En oh, deze is op de grond gevallen. En dat is... Wat? We hebben hier gewoon een aantal rijstkoekjes, zover ik het kan zien, in het Japans. Dus ik ben gewoon heerlijk benieuwd hoe dit gaat smaken, jongens. En of er misschien ook nog iets extra's bij zit. Gaat het pakje open als boter? Nou, eigenlijk nog best wel. Maar hier hebben we een Scorbunny erop staan. Er staan op de andere verpakkingen ook andere Pokémons. Oh, dat is hier de Spinarak. Die is ook echt heel schattig, jongens. De Lucario, natuurlijk. Dat is ook een klassieker die je gewoon moet hebben. Oh, dan is hier de Centiscorch. Dan hebben we... Oh, ik weet even je naam niet meer. Maar dit is ook wel een schattige slakken Pokémon. Over slakken gesproken, die lopen hier echt genoeg rond. Ik heb er 4 van de 6 kunnen benoemen. Dus dat vind ik al een goede achievement waardig. Oeh, zit hier nou nog iets in? Hallo? Oh, nee. De zak is leeg. Nu wordt het tijd om de koekjes te gaan proeven. Of wat het ook zijn. Let's go. We gaan beginnen met het Scorbunny zakje. Oh, wauw. Ik denk dat het gewoon kleine rijstkoekjes zijn, jongens. Alright, daar gaan we dan. 3, 2, 1... Oh, maar dat is bijzonder. Dit smaakt gewoon naar chips. Dit smaakt precies naar die gezouten Lay's chips. Dit zakje ga ik gewoon helemaal opeten, jongens. Ik vind het best wel lekker. Wel heel bijzonder, jongens. We hebben nu gewoon een Scorbunny zakje opgegeten. Dan hebben er hier nog 5 andere liggen, maar ik ben niet Bad Stony. Ik ga deze gewoon bewaren, jongens. Nu begin ik al wel langzamerhand een beetje vol te zitten, jongens. Maar er is nog 1 hoofdgerecht te gaan. En dan hebben we alles gegeten wat we hebben kunnen vinden van Pokémon Snacks. We zijn goed vergeten om dit extra pakje te openen. Deze pakjes die gaan niet makkelijk open, zeg. Dan blijft er nog maar 1 ding over. Kijk, dat werkt. Weet je wat mijn gok is? Dat het een tattoo gaat zijn. We hebben hier Leafeon op de achterkant staan. En... Oh, het is een doorschijnende sticker. Dus deze zou gewoon op mijn auto kunnen. Als ik het goed heb. We hebben hier gewoon een Leafeon stickertje nog. En jongens, zet een spannende muziek aan. Want nu is het tijd voor het laatste gerecht. Het hoofdgerecht, jongens. We hebben hier 1 pakketje met alleen maar schattige Pokémons. En dan is natuurlijk de andere met de Zamazenta en de Zacian. Ja, nou zeg ik het goed. Oh, het lijkt erop dat je dit eigenlijk met rijst moet eten. We hebben geen rijst in huis. 1... Dat ging zo niet fijn open. Oh mijn god, jongens. Oh, wat erg dit. Kijk, hier staat nog een Pikachu op. Gewoon nog op de verpakking staat nog eens gewoon extra een Pikachu. Dat is wel echt heel erg leuk. Hier staat in het Engels Pocket Monsters. Dat is hoe ze Pokémons vroeger noemden. Oh, hier zit nog iets in. Wat? Oh mijn god. Dit is gewoon een holo sticker, jongens. Wat gaaf, jongens. Dat is natuurlijk met een Scorbunny. Wacht. Grookey? Dat is Grookey. Ja. En dat is... Oh, ik ben jouw naam even kwijt. Maar we hebben hier gewoon een holo sticker in deze verpakking zitten, jongens. Dat valt me wel heel erg op. Bijna alle producten hebben wel stickers erin zitten. Dat is wel heel gaaf. Dan ga ik nu ook eventjes deze verpakking openmaken. Want dan ben ik wel benieuwd wat hier allemaal in zit. Oh, nou, dit zijn 2 porties. Kram, dus hier hebben we gewoon 1 portie en dit zijn 2 porties. Dus dit is zeker wel iets anders, jongens. Oh, je kan er gewoon
het hele zakje in een pan leggen en op heet water koken. Dat kunnen we ook doen. Dat lijkt me wel een goed idee, jongens. Dat we deze op heet water gaan koken en deze in de magnetron doen, als ik het goed zeg. En hier zie ik ook gewoon weer een sticker. Wow! Maar jongens, dit is een hele serie aan stickers die je kan hebben. Dus als je gewoon alleen maar dit eet, zou je hier gewoon de hele verzameling compleet van kunnen krijgen. Alright, onder deze sticker zit een Dragonite Holo sticker. Alright jongens, we gaan beginnen met deze twee zakjes. Om het proces te versnellen heb ik hier gewoon water in een koffieapparaat gelegd. Dus dat gaat dan meteen in de machine. En dan kunnen we dat zakje erbij doen. Ja, perfect jongens. We hebben hier natuurlijk geen boter voor nodig. Alleen heet water. Oh. Oké, hij ligt er weer op. Kijk eens aan. Gaan we deze eventjes uit elkaar scheuren. Oeh, dat is ook echt een satisfying geluid, jongens. Nu wordt het tijd om dit zakje in het hete water te leggen. Daar ligt het dan. Ik denk dat als we nu gewoon even een paar minuten wachten, dat het wel warm genoeg is geworden. Oké, daar zijn we weer. Het eten is opgewarmd en deze afval mag trouwens wel aan de kant. Oh. Jeetje jongens, dat wordt wel even wat opruimen straks. In ieder geval, we hebben hier de zakjes die in de gele verpakking zaten opgewarmd. Dit, we hebben het even vertaald, kan je gewoon koud eten blijkbaar. Dus laten we deze... Oeh, ja dit is wel goed warm jongens. Oh, kijk eens aan. Ik ben benieuwd wat erin zit. Laten we even een smeltest doen, even ruiken. Oh, wat lekker. Nou, daar gaat hij dan. We gaan het in het bakje leggen. 3, 2, 1. Oeh, een soort van een soepje. Ook echt heel warm, dus dit is niet verkeerd toch? Kijk eens aan. We hebben hier nog een zak, dus deze gaat ook gewoon in de pan. En dan is het natuurlijk ook wel handig om even een lepel te pakken. Ik ga weer opstaan. Er zit echt niet veel in zo'n zakje zoals je ziet. Maar ja, het is wel warm en het ruikt echt verrukkelijk. Hier, Enrique, ruik eens. Dit is echt heel lekker, man. Niet? Nu gaan we kijken wat er allemaal in dit zakje zit, jongens. Alright, daar gaan we dan. Deze hebben we wel gewoon koud gehouden. Hij is open, hoor. En hier zit wel echt een stuk meer in. Dus laten we er gewoon voor gaan, jongens. 3, 2, 1. Oh, nee, het is wel anders. Ik denk dat hier wat meer vlees in zit, eerlijk gezegd. Misschien wat stukjes kip of zo. We gaan dit eventjes aan de kant doen en daarna gaan we gewoon gelijk het avondeten proeven. Dus we hebben gewoon eigenlijk het eten... Oh, er spat er gewoon water vanaf. Dat gaat echt heel goed. Ik laat jullie weten wat ik ervan vind. Let's go. Oh, dit is heerlijk. Ja, dit is echt heerlijk. Het is iets te dik voor soep. Inderdaad, met wat rijst erdoorheen zou dit echt heerlijk zijn, jongens. Er zitten stukjes wortel in, een beetje vlees, een beetje ui, denk ik. Oh, dit is echt een grote aanrader. En het is op, jongens. Dit is echt niet verkeerd. Dan is het nu alweer tijd voor het allerlaatste, jongens. En dit heb ik niet eens warm gemaakt. Dus ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe het ook koud smaakt. Dit was alleen het grote zakje, dus hier zit weer iets anders in, jongens. Dit zal je wel echt als avondmaal op kunnen. Laten we gewoon een hap pakken hiervan en dan is het gewoon goed voor mij. Want ik zit echt vol ondertussen. Daar gaan we dan, jongens. De laatste hap van deze video. 3, 2, 1. Oh, wat lekker. Zo. Het smaakt een beetje naar pompoen met kip. Dat vind ik wel lekker. Ik zei dat ik maar één hapje ga pakken, maar ik pak er nog eentje, hoor. Ja, dit is niet verkeerd, jongens. Wauw. Oh, en ik proef ook nog een echtje. Er zitten ook nog echten in. Dat vind ik wel iets minder lekker. Ik heb echt heel erg genoten van al deze snacks. De gepofte aardappelschijven is de grootste aanrader, jongens. Hier heb ik echt heel erg van genoten. Er zijn ook gewoon al twee zakjes van op. Dat is echt heel erg. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Like, abonneer, reageer. En dan spreek ik jullie de volgende keer. Woehoe. Nou, laten we gelijk naar de Intermarché gaan in Frankrijk en kijken of wij hier Pokémon-kaarten kunnen vinden. En of deze beter zijn dan in Nederland. Ik heb door de hele winkel goed gezocht en ze hebben hier wel figuurtjes van Pokémon. Ik zie hier Gastly, maar helaas geen kaarten, jongens. Dus we gaan weer door met de zoektocht.